Ik sluit me helemaal aan bij de conclusie van de vorige spreker. En ik wou daar graag nog iets verder over vertellen. Maar eigenlijk hoef ik daar niet zoveel verder over te vertellen. Ik denk dat Arvan het allemaal prima heeft uitgelegd. Dus ik wil het eigenlijk liever over iets anders hebben. Namelijk over wijn. Hier zie je een plaatje van een wijngaard. En deze wijngaard die bevindt zich in een bepaalde plek in Italië. Waarom kies ik nou die plek? Ben ik daar op vakantie geweest? Of drink ik daar altijd wijn van? Nee, ik kies die plek omdat daar een heel speciaal iemand geboren is. En die speciale iemand die heeft iets heel goed gedaan. Namelijk, hij heeft iets heel goed geraden. En daar gaat mijn praatje vandaag over. Als u denkt van nou het is laat en ik geloof het wel. Dan kunt u ook alleen de tekst die u hier ziet onthouden. Raden is het minst van alle kwaden. Goed. Wie is daar nou geboren? Nou, ik heb begrepen dat tegenwoordig de klassieken weer in zwang zijn. Dus ik wil me graag... U hoort het tegenwoordig ook in de Tweede Kamer en zo. Dus, en we zijn hier natuurlijk in de universiteit. Een perfecte plek om het Latijn weer eens eventjes op te rakelen. Of aan te rakelen als het nieuw is voor u. De meneer die hier geboren was Terentius Varro. Varro was een hele bijzondere figuur waar we eigenlijk heel weinig over weten. Op zijn 70ste jaar, hij is oud geworden, had hij 400 boeken geschreven. En die man is 90 geworden en heeft er in totaal 600 geschreven. Ongelooflijk. Maar we hebben er maar eentje over. Een boek over hoe je een boerderij moet inrichten. In dat boek heeft hij wel iets heel knaps gedaan. Hij schrijft namelijk, je moet je boerderij niet naast een moeras bouwen. Want, en dat staat hier, in dat moeras daar groeien allemaal diertjes die zo klein zijn, dat je ogen ze niet kunnen zien, maar die door de lucht in je lichaam komen via je mond en je neus en die daar allerlei verschrikkelijke ziektes veroorzaken. Nou, dat was toch knap geraden van die man, of niet? Ik bedoel, hoe kon hij dat nou weten? En wat ik nou eigenlijk graag met jullie zou willen doen, is een soort gedachte-experiment. Stel nou dat jullie een Romeinse intellectueel / boer waren in de eerste eeuw voor Christus. En je zou willen weten, zijn er nou inderdaad zulke diertjes? Diertjes die zo klein zijn, dat je ze met het oog niet kunt zien. Is dat nou zo, of niet? Nou, daarvoor heb ik alvast even wat voorwerk voor jullie gedaan. Ik ben op internet gegaan. Op internet kun je allerlei handige informatie vinden, waaronder de grootte van allerlei dieren. Dat heb ik, je moet het een beetje met een korreltje zout nemen. Ik heb dit namelijk opgezocht. Deze lengtes heb ik allemaal uit een YouTube-filmpje en verder nog van Wikipedia. Ik heb er een aantal belangrijke diersoorten neergezet. De mens die zit ergens tussen de kat en de olifant. Dus ergens tussen de 1 en de 10 meter, zeg maar. Je ziet, het is een logaritmische schaal, dus zodat het allemaal op één plaatje past. Helemaal bovenaan staat de blauwe vinvis, het grootste levende dier. En dan hebben we ook nog de Argentinosaurus, die was nog groter. Nou ja. En er is ook een diertje, dat heet de Tinkerbella. Dat kun je bijna niet zien, maar die woont in Costa Rica. En die, als je heel erg goed, theoretisch gezien zou je hem kunnen zien. Je kan er niet echt een foto van maken, maar hij bestaat wel. Wil ik maar zeggen. Je zou hem kunnen zien met het oog. Nou, wat wil ik nou zeggen met dit plaatje? Je kunt dus allerlei dieren geobserveerd hebben, zeg maar. En we hebben ook een punt waarop we niks meer kunnen zien, gewoon überhaupt. Dus als ik jou bijvoorbeeld een haar geef of iets anders, een knikker, en ik maak die knikker steeds kleiner. En op een gegeven moment zeg ik, nou zie je het nou nog of zie je het nou niet meer? En dan op een gegeven moment zie je het niet meer. Dat punt is ongeveer bereikt bij 0,1 millimeter. Ook dit heb ik van een Wikipedia-pagina. Dus er is een punt. Dit is mijn punt. En laat dat punt nou precies samenvallen met het punt waarop je geen dieren meer bekend zijn. Dat is wel heel erg toevallig, of niet? Snap je wat ik bedoel? Dus als er geen dieren zouden zijn die kleiner waren dan de Tinkerbella, waarom houdt het dan precies daarop en niet zeg maar heel erg ervoor? Dus wel super toeval, of niet? Je kunt het ook zo voorstellen.
Je zou twee, zeg maar, mogelijke staten van de wereld kunnen voorstellen. Ik noem dat even modellen. Model A voor afgekapt en model B, wat ook ergens voor staat. En aan de linkerkant is, zeg maar, de verdeling van groottes van dieren. En die houdt opeens op, nou ja, precies op het punt waarop je niks meer kan zien. En omdat het zo afgekapt is, op dat punt nemen we maar aan, nou, dan zijn er vast nog wel wat kleinere dieren. En dat stippelen we dan maar uit. Ja, je moet toch wat, je raadt maar wat. Dus daarom staat er een vraagteken bij, dat is onzeker. Een alternatief model is dat het gewoon zo is, dat die dieren daar ophouden met bestaan. En misschien dat die streep, die rechte streep, die zit veel meer naar links. Hè? Dus, en dan gaan we gewoon kijken, wat is nou waarschijnlijker? Nou, daarvoor bedenk ik een algoritme. Ik heb niet het woord algoritme bedacht. Dat heeft de persoon wiens naam daar rechtsboven geschreven staat gedaan. Ik zal niet een poging doen om dat uit te spreken, maar het klinkt ongeveer als het woord algoritme. Het algoritme gaat als volgt. Een algoritme klinkt als een ingewikkelde woord, maar het is gewoon een serie stappen. Bijvoorbeeld koken is een algoritme. Een kookboek staat vol met algoritmes. Het stap 1 is bepaal het zichtlimiet. Het zichtlimiet heb ik bepaald op 0,1 millimeter in dit geval. Dat heb ik gedaan met een experiment met die haren, weet je wel wat ik vertel. Dus onafhankelijke meting, daar kom ik zo op terug, wat ik daarmee bedoel. Vervolgens ga ik kijken of die dieren nou plotseling stoppen bij dat limiet, ja of nee. Nou, en is dat zo, dan zijn er waarschijnlijk kleinere dieren. En is het niet zo, dan zijn er waarschijnlijk geen kleinere dieren. Omdat 2A, model A waarschijnlijker maakt dan model B. Ja? Oké. Nou, er zijn ook mensen die dit maar niks vinden. Die vinden dit geen wetenschap. Die zeggen bijvoorbeeld, een echte wetenschapper die vertelt alleen maar wat er echt gezien is. Dat is wat wetenschap is. Gewoon, je maakt observaties, harde data. En dat vertel je. En de rest met dat stippellijntje en het vraagteken, dat is toch geen wetenschap. Pure speculatie. Nou, mijn punt zou zijn, dat kan je best vinden. Maar twee dingen. Ten eerste, die farao, die heeft mooi zijn boerderij niet naast een moeras gebouwd. Dat was toch best een goede zet. Dus ik bedoel maar, je handelen wordt beter als je het wel doet. Ten tweede, een paar duizend jaar later, bijna, was er een andere meneer van Leeuwenhoek. Hij verkocht kleren. Kent u allemaal van Leeuwenhoek? Dat moet wel hoor. Hij maakte kleren, die man. Maar hij maakte ook hele goede lenzen. En toen bedacht hij een apparaatje, dat ziet u daar rechts. En hij dacht, wat gebeurt er als ik gewoon eens wat grachtenwater en wat andere dingen... als u de geschiedenis kent, dan weet u waar ik het over heb. Het staat daar linksboven. Onder de microscoop leg. En inderdaad, er waren kleinere dieren dan je met het blote oog kon zien. Fantastisch. Dus wat was nummer 2? Nummer 1 was, je gedrag wordt beter. Je wordt minder vaak ziek en zo. En je verbouwt betere bijn als je goed nadenkt en toch die stippellijn tekent. En nummer 2 is, je hebt ook gewoon meer gelijk. Dus dat lijkt mij op zich positief. Dan mag u zelf uitmaken wat betere wetenschap is. Nadat we van Leeuwenhoek hebben gehad en andere manieren om kleine dingen te zien, weten we bijvoorbeeld dat er een beestje is, dat heet de Myxozoa. De Myxozoa is een parasiet van een vis. En die is superklein, 10 micrometer maar. Dat wil zeggen, het is een beetje vals spelen, want het wordt een soort worm en die wordt dan weer groter, maar goed. Een deel van zijn levensstadium is hij maar 10 micrometer en een kleiner dier kennen we niet, maar we kunnen wel kleiner kijken. Ja, puntje, puntje, puntje. Vul de rest zelf maar in. Dus conclusie nummer 1. Raden naar het onzekere geeft betere resultaten dan alleen het zogenaamd zekere vermelden. Wat sommige mensen u willen doen geloven dat de wetenschap inhoudt. En dat is dan ook de conclusie en het begin en het einde van mijn praatje. Niet dat ik nu al klaar ben hoor, maar ik zet het even in een tegeltje zodat u het goed onthoudt. Raden is het minst van alle kwaden. Het is beter om te raden, want dan heeft u meer voordeel van allerlei dingen. Er is ook nog een tweede probleem. Ik ga in totaal 3 problemen bespreken, dus we zijn al goed op weg. Iemand zou kunnen zeggen, ja, ik heb een
die gaat weer helemaal, de andere schiet weer helemaal de andere kant op. Die zegt, weet je, ik weet het nog iets slimmers. In plaats van dat gedoe met die haren en dat experiment om te bepalen van die 0,1, weet je wat we gewoon doen? Hè, wat is nou het zichtlimiet? Nou, het zichtlimiet voor dieren is gewoon de grootte van het kleinste dier dat je kan zien. Dus dan kun je bijvoorbeeld maar een vlooi zien. En een vlooi is, weet niet, een millimeter. Dan is 1 millimeter je zichtlimiet. Ziet u hier misschien een bepaald probleem opdoemen? Het probleem is... het probleem hier is dat als ik dezelfde gegevens gebruik om het limiet te bepalen en om te kijken welk model het beste is, dan klopt het model altijd. Dan zal ik altijd model A vinden. Dat kan niet anders, want het limiet is precies gedefinieerd door het punt waarop die grafiek het laagste was, weet u nog wel? Dus conclusie 2, om effectief te raden, effectief is bijvoorbeeld dat je minder ziek wordt of zoiets, of dat je meer gelijk hebt, dat vind ik ook goed, moet je onafhankelijk meten. Dat was het onafhankelijk. Ik heb beloofd dat ik erop terugkwam en ik doe vaak wat ik beloof. En dus je kunt op een andere manier ook zeggen, het model dat u aan het passen bent moet fout kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld een model waarbij ik het limiet bepaal op dezelfde gegevens als waarbij ik check of dat limiet raakt aan het kleinste dier dat ik kan zien. Dat werkt niet, want dat is altijd waar. We kunnen ook even een dubbelcheck doen, stel dat we dat met die haren doen. En we denken ook, wat is nou het grootste dat je kan zien? Denk even nou, wat is nou het grootste dat je kan zien? Ja, is het groter dan een blauwe vinvis? Ja, oké. Dus waarschijnlijk zijn er geen grotere dieren dan de blauwe vinvis, behalve dan de Argentinosaurus, die lag ergens in de grond. Dat is vals spelen. Oké, dus zijn er vele grotere dieren dan de Argentinosaurus? Waarschijnlijk niet. Maar die conclusie kunnen we alleen trekken als we ook een onafhankelijke meting doen. Dus dit model, dus het model met die onafhankelijke meting is goed, want dat kan ook fout zijn. Goede modellen kunnen ook fout zijn. Modellen die niet fout kunnen zijn, die zijn nutteloos, daar heb je niks aan. En dat soort modellen, daarvan zeggen we dat ze overfitten. Kent u die term? Ik voel me een beetje als Margreet Dolmans als ik dat zeg. Kent u dit woord? Kent u dit begrip? Maar overfitten. Overfitten is, dat is gewoon een model dat altijd waar is. Ik geef je wat voorbeelden. Astrologie is een model dat altijd waar is, want er is altijd wel iets aan de hand met je. Voetbal Insight, als je die spreken na afloop wat er allemaal gebeurd is in de wedstrijd, en die hebben altijd enorm interessante inzichten daarover. Altijd gelijk na afloop. Nostradamus, die heeft zoveel dingen gezegd dat er ook wel eens een keer wat waar is. En vervolgens hebben we daar rechts onder Carl Jung, de bekende psycholoog, die had een theorie genaamd synchronicity. Dat was dat als je zeg maar 's ochtends, je bent een patiënt aan het behandelen en die vertelt net een droom over dat hij dat de uil van Minerva naar hem toe kan vliegen en zo. En dan tikt er net een mus op het raam. Dat is synchronicity. En dat heeft een bepaalde diepe betekenis voor jouzelf. Nou, dat kan natuurlijk ook wel op allerlei manieren voorkomen. Waarom een mus? En moest het niet een uil zijn? Nou ja, je begrijpt het. Het klopt altijd. Dus dat is geen goed model. Daar heb je niks aan. Ten slotte, nog een laatste ding wat er mis kan gaan. Mensen die zeggen, ja, je doet het wel leuk met die modellen en zo, maar die modellen, daar neem je wel heel veel dingen aan. Want je neemt aan dat je precies weet waar die streep moet staan. En je neemt aan dit en je neemt aan dat. Dus modellen hebben allemaal aannames en die zijn toch nooit waar. Dus je hebt er ook niks aan. Alles blijft onzeker, dus je kan er eigenlijk niks over zeggen. Ik vind dit ook problematisch. Ik zal even illustreren met een ander voorbeeld, een echt voorbeeld, dat ik niet zomaar uit mijn mouw schud, maar wat uit een echte paper komt en zo. Hoeveel daklozen zijn er in Nederland? Oké, nou dat weet u waarschijnlijk niet. Dat weet niemand namelijk, niet echt in ieder geval. Want probeer maar eens daklozen te tellen. Hoe ga je dat doen? Nee, maar echt serieus. Mensen proberen dit te doen. Hè? Dus ze gaan naar buiten en dus bedenken een plan van we gaan die daklozen tellen. Wat ga je doen? Je gaat naar de opvang. Je kijkt in een lijst van de verslavingszorg. Misschien staan die mensen daar ook. Je probeert van alles. Maar goed, je hebt natuurlijk nooit iedereen. Dus met andere woorden, je hebt zeg maar bijvoorbeeld 829 mensen die in die opvang zitten. Het plaatje is trouwens van een
opvang in Amsterdam. Zo ziet de dakloze opvang er ook echt uit. Maar niet in de opvang. Je hebt 54 mensen die zowel in de opvang als in de verslavingszorg zitten. Je hebt 1494 mensen die niet in de verslavingszorg, maar wel in de opvang zitten. Nou, gelukkig maar voor die mensen. Maar dan is er ook nog een vraagteken. Hoeveel mensen staan nou op geen van die twee lijsten? Dat kan je niet weten, toch? Dus alles is onzeker. Dus wat moet je nou eigenlijk? Nou, we kunnen weer datzelfde trucje toepassen met die detectielimiet. Alleen nu is de detectielimiet niet een grootte van een diertje, maar de kans om in één van deze twee lijsten te staan. Die kans kun je op andere manieren schatten, met een model. En als je dat doet, dan zit die kans waarschijnlijk ergens tussen de 10% en 20%. Dus dat is onzeker. Betekent dat nou dat je niks kan zeggen? Nee hoor, als de kans 10% is en ik heb 2377 mensen gezien, dan moet ik dus het totaal aantal daklozen ophogen door ze door te delen door punt 10. Dus vermenigvuldigen met 10. He, dus dan zijn het er 24.000. En is die kans 20%. Dus dan staan er meer mensen in deze lijst. Dan doe ik het beter met die lijsten. Dan is het totale aantal daklozen de helft. Want ik deed het twee keer zo goed. Dus je kan wel degelijk iets zeggen, ook al ben je onzeker. Je weet niet precies hoeveel daklozen er zijn, maar het zijn er wel meer dan 2377. Dat is vrijwel zeker. En je kunt zelfs iets zeggen over ongeveer hoeveel zijn er. Iets van tussen de 12.000 en 24.000 daklozen. In 2009 was dit. Interessant soort onderzoek. Dus conclusie 3, om effectief te raden, en nogmaals effectief, is dat je vaker gelijk hebt en dat je gewoon betere beslissingen neemt. Bijvoorbeeld over wat je moet doen als, het weer heel erg gaat veranderen over een langere periode. Daar is ook een soort woord voor, geloof ik. Dan moet je onzekerheid over het model ook meenemen. En daarom sluit ik dus aan bij de vorige spreker. En mensen doen dat ook. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de orkaan die Irma die gewoed heeft bij Sint Maarten. Dan heb je er van die plaatjes die je links ziet. Die geven aan waar die allemaal terecht zou kunnen komen. Dit weet je niet precies. Maar dat die gaat bewegen, dat is wel duidelijk. En dat het ongeveer naar links gaat ook. Dus je kunt iets zeggen, ook al weet je het niet helemaal zeker. En het is veel beter om zo'n ding te tekenen dan een rechte lijn die misschien fout is. Hetzelfde gebeurt ook in rapporten van het IPCC over klimaten. Dus tenslotte, de conclusie. Effectief raden is het minst van alle kwaden. We moeten dus altijd blijven raden. En daarnaast heb ik het geïllustreerd met een spinnetje wat ik ontdekt heb dankzij de voorbereiding voor dit plaatje. Praatje. Het is een heel schattig beest. Het is maar zo klein. Als het zit op je vinger, dan zie je het nog maar net. Conclusie 2 is effectief raden moet met onafhankelijke metingen. Dat was dat verhaal van die detectielimiet die je niet mocht vaststellen met dezelfde gegevens als waarop je de modellen vergelijkt. Want dan is het altijd waar. Het moet geen astrologie-exercitie worden. Dus we moeten altijd blijven meten, want je moet meer en onafhankelijke metingen hebben over hetzelfde fenomeen. En tenslotte, we moeten eerlijk zijn over onzekerheid, want ook dat zorgt ervoor dat je betere beslissingen neemt. Bedankt.